We spreken vandaag met Monique Hendriksen. Het is Open Dag bij de Erve Kleinsman. Monique, wat hebben jullie ontzettend veel belangstelling? Dat klopt. We zijn hier inderdaad bij Erve Kleinsman, Avtinsweg 17, Haaksbergen. We hebben een hospice hier opgericht en we hebben graag alle Haaksbergenaren en mensen uit de omgeving de kans willen geven om deze mooie plek zowel van buiten als van binnen. Er komen bewonderen en bezichtigen en de reacties zijn overweldigend. Acht jaar geleden heeft de groep Haaksbergenaren het initiatief genomen om een hospice in Haaksbergen op te richten. Dat dat heel goed zou zijn dat er een hospice zou komen in Haaksbergen. Deze groep heeft gezocht naar een geschikte locatie, geschikt pand. Daar hebben ze een aantal jaren over gedaan. Dit pand is gevonden waar we hier nu staan en is eigendom van de diakonie. Dus de initiatiefgroep is de samenwerking met de diakonie aangegaan. De diaconie heeft uh, dit pand uh, in eigendom. Het is van hun. Uh, ze hebben het prachtig verbouwd met heel veel zorgvuldigheid, aandacht en precisie. Een hele mooie plek van gemaakt. En uh, de buurtzorg is de zorgverlenende instantie die hier uh, dus zorg mag gaan geven. Dat zijn uh, wij. Uh, mijn collega's Ilfie en Ramona zijn gestart met het uh, oprichten van het hospice als buurtzorg zijnde. is een andere weg ingeslagen en toen ben ik met Ramona samen uh, verder gegaan. En dat is nu zo'n beetje twee jaar geleden. Uh, en afgelopen februari zijn er sollicitatierondes geweest. En hebben we ons team met tien verplichtkundigen uh, compleet kunnen maken. Dus gaan we met z'n tienen hier heerlijk aan het werk. Ramona, nu ziet alles er hier fantastisch uit. Zijn jullie nu helemaal klaar om te starten? Ja, dat zijn we zeker. Wij kunnen vanaf maandag onze gasten uh, ontvangen. We zijn startklaar. We hebben zeven uh, hele mooie uh, kamers uh, ter beschikking. En uh, op deze kamers uh, ja, zijn voorzien van uh, een bed en eigen badkamer. Uh, daarnaast uh, hebben de gasten een eigen terras en, uh, ja, waar ze heerlijk buiten kunnen uh, zitten. Uh, daarnaast zijn de kamers voorzien van televisie en airco voor gewoon een fijner... Uh, Klimaatsfeer. Daarnaast hopen we dat we, we hebben een mooie woonkamer en keuken hebben en dat we daar ook gewoon heel fijne, warme zorg kunnen geven aan onze gasten. Ik zag ook al van zo'n klein kamertje waar de mensen helemaal apart kunnen zitten met de gasten. Klopt, we hebben een inkamer die uh, is ingericht waar, zodat mensen daar kunnen gaan zitten als ze even op zichzelf willen zijn. He, dat kan inderdaad een gast zijn, maar dat kan ook familie zijn. Als ze zich even willen terugtrekken He, om uh, muziek te luisteren of een boekje te lezen. He, dat, uh, ja, dat kan gewoon heel plezierig zijn. Ja. De zorg voor de verpleging en de verzorg eh, voor de verpleging, die wat we bekosten vanuit de basisverzekering. Eh, daarnaast vragen wij een bijdrage van 30 euro voor eh, het verblijf hier. Hè. Dus eh, de maaltijden, de voorziening op de kamer eh, en het wassen van het linnen. Uh, dus, maar verder de kosten voor de verpleging en verzorging zijn vanuit het basispakket. Sommige zorgverzekeraars uh, vergoeden vanuit de aanvullende verzekering ook een gedeelte van uh, de 30 euro van de kosten. Uh, maar dat is dus uh, ja, afhankelijk van je zorgverzekering. Ramona, ik hoor iedereen praten over de prachtige verbouwing die hier gedaan is. Wat opvalt dat is dat het met heel veel respect voor het gebouw gedaan is. Dat klopt. Ik heb ook gemerkt dat heel veel mensen complimenten geven over hoe het eruit ziet. En ja, dan moeten we toch echt wel uh, de diakonie uh, Haaksberg die je verbouwd heeft uh, ook uh, complimenten geven. Want die hebben dat met heel veel precisie en zorgvuldigheid hier de hele verbouwing uh, geleid. Dus, ja. Van harte gefeliciteerd daarmee. Dank u wel.